3.2, lenzen. Er zijn positieve lenzen en negatieve lenzen. Positieve lenzen worden ook wel bolle lenzen genoemd. En die zijn in het midden het dikst. Negatieve lenzen, die zijn in het midden het dunst. Dat is een kenmerk. Dus een bolle lens die heeft een vergrotende werking. En een holle lens een verkleinende werking. Kijk maar eens naar de ogen van iemand die een bril heeft met holle lenzen. Die zijn kleiner. Een loop is een vergroot glas bolle lens. Maar positieve lenzen, die hebben een convergerende werking. Wat opvalt, als je hier een evenwijdige bundel hebt, gaat het licht naar elkaar toe. Dat is een convergerende werking. Hoe boller je lens, als die dus hier dikker is, dan heeft hij een sterkere werking, sterker convergerende werking. Negatieve lenzen, die hebben een divergerende werking. Lichtstralen die evenwijdig aankomen, worden hier naar buiten gebroken. Er komt dus nooit meer een beeld. En hoe holler die is, hoe sterker divergerend de werking is. In apparaten zitten dus altijd bolle lenzen. Nou, je kunt constructiestralen gebruiken om het beeld te tekenen. Dan kun je de plaats bepalen waar het beeld ontstaat. Er zijn twee lichtstralen die je minstens nodig hebt. 1. Door het midden van de lens, die lichtstraal die verandert niet van richting. En 2. Eentje evenwijdig aan de hoofdas, die gaat door het brandpunt F. Ik laat het even zien. Eerst dit plaatje. Hier is van alles getekend. Hier zie je twee lichtstralen die zijn al getekend. Als ik nou het beeldpunt van L wil tekenen, wat moet ik dan doen? Nou, ik teken eerst de lichtstraal door het midden. Die verandert niet van richting. Stap 2, ik teken de lichtstraal evenwijdig aan de hoofdas. Dit is je hoofdas. Die gaat door F. En dan ontstaat hier vanuit L het beeldpunt B. Alle lichtstralen die hier vertrekken vanuit L, waar geen regeltje voor is ook, die komen uit in dit punt. Dat zie je dus hier. Samengevat, je tekent de lichtstraal door het midden. Dan evenwijdig aan de hoofdas door F. Bij het snijpunt zet je een B, beeld van L. En die twee andere lichtstralen, die moet je aftekenen bij deze opdracht, die gaan ook door dat punt. We stappen nog eens. Teken de lens met de hoofdas en het brandpunt. Dus je tekent een lens, plusje daarboven, bolle lens. Hier is je hoofdas, daar liggen de brandpunten op. Er zijn er eigenlijk twee, eentje hier en eentje daar. Je tekent je voorwerp, de juiste voorwerpsafstand, de juiste grootte. Je kan ook hieronder een stukje uitsteken. En dan ga je met de constructiestralen het beeld tekenen. Eentje door het midden, eentje evenwijdig aan de hoofdas door F. En dan zie je dus hier ontstaat het beeld. Het beeld van V2 ontstaat hier. En dan krijg je een pijltje ondersteboven dat vergroot is. Dus denk aan de pijltjes voor de richting van het licht. Een voorbeeldvraag. Teken het beeld van een voorwerp wat 3,5 cm hoog staat en 5 cm van de lens staat als de lens een brandpunt van 2,5 cm heeft. Nou, ik ga die situatie tekenen. Hier zie je de situatie. Er moet een plusje boven staan. Je tekent de lichtstraal door het midden. Evenwijdig aan de hoofdas door F. En dan staat hier je beeld ondersteboven. Een paar vragen. Stel vast of het een positieve of een negatieve lens is. Nou, deze is in het midden het dunst. Negatief. Deze is in het midden het dikst, dus positief. Deze is in het midden het dunst, dus negatief. En deze hier. Nou, evenwijdig licht gaat uit elkaar, dus dat is een divergerende werking, negatief B. Hier moet je opletten. Kijk niet alleen rechts, ook links en rechts. En dan zie je dat
ten opzichte van rechtdoor, hij wel degelijk een beetje naar buiten klapt. Dus dat is een divergerende werking, negatief. Hier gaat het licht ten opzichte van rechtdoor een beetje naar binnen toe. Dus het is hier vrij sterk positief. Hier zou je denken, als je hier kijkt, uit elkaar negatief, maar ten opzichte van daarvoor klapt hij naar binnen, dus die is positief. Nou, dat was de uitleg.